Hallo en welkom bij Nedernerds, jongens. Welkom. We gaan weer door met Pokémon. Ja. We hebben de laatste keer hier een praatje gedaan over die Ultra Beasts. Zo een tijdje geleden. Ja, wat ik nog kan herinneren dat we met hem gepraat hebben. Die zei, finish alter, woehoe. And now comes the big match against Olivia. De Island Kahuna, jongens. We moeten tegen de Island Kahuna gaan vechten. Oh ja, dat was het. En dan mogen we, als het goed is, nu weer naar buiten zo. Of in ieder geval de lift nemen naar beneden. Ja, mag hopen van wel dat het mag. Ja, als het goed is wel, jongens. Ik bedoel, weet je, het is leuk in dit gebouwtje, maar naar de eerste vloerbedekking. Ja. De eerste vloerbedekking. We gaan naar de eerste vloer, of de eerste verdieping eigenlijk, hè. Ik zie het vlaggetje al, dus ja, daar moeten we heen. Naar het vlaggetje toe. De kaart is weer, oh, kijk, we hebben weer een mooie cutscene. Wat zou het zijn? Het is... Dat gaan we zien. Een oog. Is het een zwart gat? Is het een worm? Dat is best wel freaky. Oeh, dat was gewoon een scheur in de lucht, jongens. Ja. Nou ja, wat dat is, dat moeten we nog maar gaan uitvinden. Ja. Oh, hey Stefax. So you've made it through the all three captain's trials, yeah? Then you should go meet Kahuna Olivia. She lives at the, in the town past Diglett's Tunnel. Oké, we moeten dus door Diglett's Tunnel om bij de stad te komen waar de Kahuna is. Ja. Het is dus... Vrij dichtbij. It's easy to pass to walk right past it. Though, so keep your eyes peeled. Oké, we moeten dus goed opletten, want blijkbaar is het best wel makkelijk om er voorbij te lopen. Ja. En dat moeten we niet hebben. Maar volgens mij hebben we gewoon het vlaggetje wat we moeten volgen. Dus ja. zo makkelijk voorbij lopen zal het niet zijn. Gaan we een Diglett vangen? Ja, het zijn wel Alolan Diglett natuurlijk. Dus ja, dat is wel leuk. Dan krijg je die macho Diglett. Ja, met die mooie kapseltjes. Ja. Hè? Ja, dit is wel leuk. Zo sexy. Kijk, vraagteken. Wat is dit dan weer? Even kijken. Dat ziet er heel verdacht uit. Ja, dat ziet er best verdacht uit, jongens. Ik weet niet wie dat is. Oh, dat is Olivia. Olivia. Oké. Oh, Stefax, wasn't it? Ja, dat zijn wij inderdaad. The cave really is something, you know? It's overflowing with these Pokémon called Diglett. And they're getting really out of hand. Hey, die kennen we natuurlijk. Diglett kennen we allemaal wel. Diglett. Mediocre trainers can't even get through. So how's your island challenge going? Let me see which crystals you've earned. Nou, we hebben er best wel veel. Look at you, Stefax, zegt ze. Nice work. I see you've passed Mallow's trial. It's about time you had some fun with me. The Diglett have settled down to... If you are as strong as you appear, you should be able to make it through this cave. Okay, dus nou, ik denk wel dat het ons gaat lukken. Ik denk het ook. We moeten ons wel kunnen bewijzen, denk ik. We hebben al die trials niet voor niks gehaald. Ja. Oké, dus even kijken hoor. En je bent een goede trainer, dus dat gaat zeker goed komen. Ja, als het goed is moet dat wel goed komen. We gaan het eens uitproberen. Oh, dat zien eruit als trainers. Oeh, jongens. Oh. Voor mij komen we een Diglett. Wat zal het zijn? Ik hoop een Diglett, want die heeft een leuk sprietje op zijn hoofd. Ja, kijk dan hoe leuk die is. Die sprietjes op zijn hoofd ook. Dat maakt dan gelijk 10 keer schattiger, moet ja, ik zeggen. Ja, eigenlijk wel, hè. Het ziet er niet uit, maar toch is het wel leuk, vind ik. Alles is super effective. Ja, we willen misschien wat vangen, dus laten we Disarming Voice proberen. Kijken hoeveel die damage op Diglett. Ik denk dat het best wel veel damage geeft namelijk. Dus dat is, ik bedoel, het is not very effective. Maar het is wel een Diglett. Zeker, ja. Oké, het valt wel mee. Oké, ik denk dat we hem wel kunnen vangen straks. Ja, straks. Oh, nog een keertje. Ja, dat we nog een paar keer moeten doen. Ik denk dat Cindy daar helemaal gelijk in heeft. Magnitude 7, dat is een aardige aardbeving. Dat is een best wel sterke aanval. Nou, dat is mooi, dan kunnen we die vangen. Hè? Critical hit, nou dat is wel goed. Dat betekent dat deze Diglett het zeker waard is om te vangen. Nog één keer, denk ik. Oké, nog één keer hitten en dan gaan we hem vangen, jongens. Dan gaan we een Diglett vangen voor in ons... Ja, ik weet niet of we hem al gelijk in ons team gaan doen. Ik denk het nog niet. Nee, hij is wel Maar hij is tof, wel toch? Leuk om te trainen natuurlijk. Voor de volgende keer als we verder gaan spelen. En we hebben nog steeds Pikachu nodig. Ja, want Alolan Raichu is nog steeds nodig. Oké, we gaan een pokeballetje gooien. Zullen we een pokeball gooien? Zullen we een great ball doen? We gooien een great ball. Kijken of dat wat helpt. Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat als hij hier nu in zit, dan blijft hij zitten, jongens. Ik ben wel benieuwd wat er onder Diglett zit qua lichaam. Ja, dat ik is denk altijd dat hij twee iets... kleine pootjes heeft. Ja, dat is altijd dat iets wat ik me heb afgevraagd. Ja, want het is natuurlijk een soort van mol, maar je ziet altijd alleen maar zijn hoofdje. Ja, ik vond het altijd op een Unox-worstje lijken. Ja, het lijkt het wel heel leuk op. Nee, het zegt... Wat vinden jullie? Waar vinden jullie Diglett op lijken? En nu vooral met dat haartje natuurlijk op zijn hoofd. Ja.
bedoel, wat, ja, ik vind het inderdaad wel een beetje Unox-worstje, maar niet met die haartjes. Is het net alsof het een behaarde Unox-worst is. Ja, beschimmeld. Ja, inderdaad. Ik denk dat er gewoon een paar paddenstoelen uit zouden kunnen. Maar hij is wel super cute. Ja, hij is super cute. Nou, hij is naar onze box verzonden, dus we hebben een Diglett gevangen. Hier zien we... Oh, dat is geen trainer. Oh, ik dacht even dat hij trainer zou zijn of zo. Nou, weet je, blijkbaar is dat dus geen trainer. Dat is gewoon een dude. Dan kunnen we lekker doorlopen. Hartstikke idee. Nou, zullen we hierheen gaan? Ja. Oh, daar kan Tauros denk ik wel langs. Ja, we gaan Tauros even gebruiken voor dat stukje. Oké, nou jongens. Tauros charge. Bam. Bam. Zo. Ah, nee. Altijd. Altijd net voor het pokeballetje, jongens. Maar als het een Diglett is, weet ik het goed gemaakt. Oh, dat is een Zubat. Nog irritant. Dan weet ik het nog beter gemaakt. We killen hem zo snel mogelijk en dan gaan we er gelijk of even door. Of we rennen gewoon weg. Maar kijk, als het goed is hebben we... Oh nee, we zijn niet super effectief. Dit is natuurlijk geen steen-Pokémon. Dit is een... Het is een Psychic. Psychic, ja. Hè? Ja, dat is gewoon een beetje... Ja, dat is gewoon een irritante Pokémon is het. Wat een Firestone. Dat nice. Is goed. Dat is goed. Als we nou een Eevee zouden hebben, dan kan je een Flareon laten dan hebben we dan gelijk een Flareon of binnen. Of voor je Growlithe. Growlithe inderdaad, ja. Kan ja, je Growlithe. Kan je een Arcanine... Pew! With Olivia in charge, we finally managed to make some headway against those Diglett. Alola. We're members of the Aether Foundation. We work to support Pokémon conservation. Oké, hun behouden dus de Pokémon's en ze zeggen... It seems like Team Skull was... responsible for the Diglett in this cave getting so reeled up and bringing them all up to the surface. Oké, dus Team Skull heeft ze dus die Diglett helemaal wild gemaakt. En weet je, dat zijn dus probleemmakers. Dat wisten we natuurlijk al. En ik vind het wel heel grappig, Team Skull. Ja, ze zijn wel super tof gemaakt. Ik kan veel zeggen, maar Team Skull is denk ik wel mijn favoriete team tot nu toe. Ja, samen met Team Rocket. Samen met Team Rocket, inderdaad. Dus ik vind het heel leuk gedaan, jongens. Ik vind het, dat ze het heel goed gedaan hebben. Ze doen die teams altijd wel heel goed. Ja, inderdaad. Oké, we kunnen hier... Oh, Pokémon. Maar eerst een Pokémonnetje. Ja. Eerst een... Zubat. Ik wilde zeggen, het zou leuk zijn als je een Alolan Duxio... Ja, dat zou wel leuk zijn. Dan kon je meteen vangen. Inderdaad. Nou ja, wel ietsje zwakker natuurlijk. Maar. Hoeveel shiny Pokémon ben jij ooit tegengekomen trouwens? In je hele geen één eigenlijk. Ja, alleen Shiny Gyarados. Maar die zit standaard in Pokémon Gold en Silver. Ja, inderdaad. Red Gyarados. Ja, ik ben namelijk één keer een echte Shiny tegengekomen. Maar dat is echt al heel lang geleden. Oeh, een trainer. Zullen we die trainer verslaan? Ja. We gaan die trainer verslaan. Kom maar vechten, meneertje de bouwmakker. Ik kan me niet echt herinneren dat ik ooit een Shiny voor de rest ben tegengekomen. Ik ben één keer een Shiny tegengekomen. Maar die was eigenlijk... Ik wist toen nog niet echt wat Shinies waren. En toen had ik hem doodgemaakt. Ja. Nou, dat is niet slim. Nee, maar ik wist wel dat die anders was. Want hij had een andere kleurtje, maar ik dacht dat het heel normaal was toen. Ja. Dus ik had zoiets van, oh, nou, die wil ik toch niet. Want het was echt zo'n saaie Pokémon, ja, weet je wel. Ja, shiny Pokémon's en dan zie je bijna niet eens het verschil inderdaad, van normale. Bijvoorbeeld bij Popplio ook niet. En Pichu inderdaad. Pichu, Pikachu, dus het heel licht geel. Ja. Ja, die kleur van oranje, of die geel kleur is dan een beetje oranjerig of zo. Hebben ze dan, ik weet wel dat Mareep... Oeh, dat was een sterke aanval. Ik weet wel dat het bij Mareep dat hij dan roze is. Dat is een roze wol. Oh, dat is wel leuk. En dan kan je een roze en Ferrous krijgen. Oeh, dat is wel fancy. Cool. Dat is wel fancy. Maar een roze schaapje is nog schattiger. Jongens, wat voor shiny Pokémon zijn jullie allemaal tegengekomen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Want ik heb wel gehoord bijvoorbeeld van Sander, die is wel aardig bezig met Pokémon's vangen die shiny zijn. Die zijn shiny hunten. Ja, inderdaad. En ik hoorde ook wel dat Joram, die had een paar shiny Pokémon. Mm-hmm. Maar ik weet niet wie er nog meer allemaal van de shiny Pokémon is. Want dat vind ik altijd wel tof om te weten. Ja. Maar ik heb ook gehoord dat je allerlei methodes hebt om een shiny op te wekken. Ja, er zijn allemaal speciale manieren om zoveel mogelijk kans te maken op een shiny Pokémon. Ja, je moet een soort van ketting aanhouden. Ja, je moet de hele tijd blijven zonder onderbrekingen. Ja. En dan komen die Pokémon's vanzelf wel. Maar het duurt altijd wel echt een tijdje. Oké, Hou komt eraan. We zitten hier met Team Skull te praten. Ahoy! Ik weet niet wat dat betekent, maar AUE is dus wat Hou zegt. I was wondering who you were playing around with without me. And it's Team Skull. Huh. Nou ja, weet je. You want some? That's how we say hello. Nice knowing you, punks. Oké, nou jongens. Gaan dikke battle. Dit wordt een Team Skull double battle, heb ik het idee. Hou gaat zijn battle doen, wij gaan onze battle doen.
Of nee, we moeten echt tegen twee trainers. Oh, dit wordt wel tof. Dit vind ik altijd heel tof. Dit is wel heel tof, maar ik vind alleen wel jammer dat hij dan een beetje langzaam gaat. Ja, dan gaat hij heel erg lekker. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel Pokémon's dan op het scherm. En dan vindt hij het allemaal een beetje moeilijk om bij te benen. Ja. Oh, kijk, Hout staat echt naast ons. Kijk, dit is wel heel tof gedaan. Oh, hij heeft Pika. Hij heeft Pika Pika. Oh, en wij hebben hem bijna door. Maar we gaan natuurlijk onze Z-Power move doen. En dan doen we Hyper Vortex, denk ik maar. Dat we een keuze hebben. Ja. Ik denk de bovenste, want Bubble Beam is volgens mij sterker. En Salandit is super effective. Ja. Dus dat is helemaal goed. Zit je nou te gapen? Ja. Och jongens, even zien. Hè. Kijk, Simmy is heel hard aan het werk geweest vandaag. Oh, valt wel mee. En die is gewoon helemaal moe nu. Dus zo zie je maar weer. Dat lange dag en dan ben je gewoon moe aan het eind door van de dag. Door dit weer word ik moe. Ja, jongens, het mag wel weer wat zonniger worden. Ja. Hè? Dus we beginnen weer kaart te stropen. Dit weekend schijnt het echt heel mooi weer te zijn. Ja? En dan gaan wij naar Dutch Comic Con. Ja, we zijn gaan jullie zaterdag daar ook? Naar Dutch Comic Con. Als jij ook bij de Dutch Comic Con in Utrecht in de jaarbeurshallen bent, laat het weten in de comment. Misschien kunnen we je nog wel tegenkomen daar. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Dan gaan we natuurlijk wel weer kijken of we nog een paar Pokémon dingetjes kunnen doen. Ja, want leuk zijn. Ze hebben daar van alles en nog wat. Allemaal allemaal ik vind het altijd leuk om Pokémon knuffels of figurines te scoren. Ja, inderdaad. En natuurlijk hebben ze daar ook nog eens. Oh shit, onze Brion is dood. Ja. Maakt niet uit. Oké, niet een Dartrix, want het is een graf Pokémon. Trumbeak. Oh ja, graf is natuurlijk goed. Ja. Vuur tegen gras is natuurlijk een goeie. Ja, maar ze hebben daar ook allemaal stripboeken. En allemaal mensen die zich verkleden als stripboekfiguren en gamekarakters. Er komen ook acteurs van Game of Thrones en van The Walking Dead. Komen inderdaad, ook langs, allemaal verschillende acteurs. Die, maar die hebben allemaal een klein rolletje gekregen. Ja, een kleinere rolletje inderdaad. Maar alsnog heel leuk dat ze komen. Ja. Ik bedoel, je kan toch weer wat mensen die je dan van tv kent, kan je dan ineens voorbij zien komen. Ja, dat lijkt en zo. Me echt leuk. Dus dat vind ik wel tof. Ja. In Amerika is de Comic Con heel groot. Ja, daar is heel erg groot. Ja. Hebben ze ook heel veel coole spullen die ze daar verkopen. Ja, lijkt me wel echt heel leuk om daarheen te gaan. Oké, we hebben een move die we kunnen leren aan Kadabra, namelijk Reflect. Reflect. Volgens mij krijg je dan een muur en dan word je minder aangevallen met, met physical moves. Ik ga die niet leren. Ik denk niet ik dat het vind het wel een handige aanval, is. Maar weet je, kijk, wij gaan toch eigenlijk meestal voor de attack aanvallen, weet je. En dat is eigenlijk niet zo heel slim, aangezien je veel meer verdediging eigenlijk wel veel beter kan gebruiken. Ja. Maar we gaan het toch niet doen. Yo, step off. Oh shit, dikke battles. Oké, ze zitten een beetje te schelden, ze rennen weer weg. See you on the flip side, zegt Hou. Dus hij zegt van nou, tot ziens weer. Oké, doei. Oké. Man, StepX, when I fight you, it's like even my Pokémon feel more at ease. You really are some kind of trainer. Stond er fight with you. Ja, fight with you. Ik heb het weer verkeerd gelezen, jongens. Oké, that's it. Het is laat. I've just gotta give you something. Oké, hij moet iets aan ons geven. Hij geeft ze Max Ether. Dat is super handig. You opened up your medicine pocket and put your Max Ether away inside. Max Ether will restore all the PP on one of your Pokémon, on one of your moves, you know? Pretty great, right? Dus als onze move bijna op is, kunnen we Max Ether gebruiken. Ja, dan zit hij weer vol. En dan hebben we weer alle aanvallen, die kunnen we weer doen. Ja. Dus dat is helemaal handig. Dat is vet handig. Super nice. Vooral als je naar een gym of naar de Pokémon League gaat. Maar super nice. Die zit hier niet in, hè? Nee, inderdaad. Oké, nou volgens mij gaan we nu wel weer op weg. We hebben natuurlijk de grot nu gehad. Oh, ik dacht echt dat het een hele grote grot zou zijn. Ja, het valt echt super mee. Oh. Daar zit wel weer een trainertje. Is het politieagent? Een politieagent. Laten we die politieagent maar eens even op zijn kop geven. Dat hij daar gewoon in plaats van een Pokémon. Of als er een politieagent daar staat, zit hij gewoon een beetje Pokémon bij te houden. Dat moet natuurlijk niet. Nee, die moet boeven vangen. Ja, boeven vangen is het enige wat een politieagent hoort te doen, jongens. Of Pokémon Go spelen, wat toen helemaal in was in Nederland. Dat zou nog op zich wel stiekem kunnen, weet je wel. Dat was echt grappig. Hé, Brion was toch dood? Ik denk dat hij gerevived heeft. Oh, dat is wel heel lief. Bedankt, Hou. Ik moet zeggen, dat vind ik altijd wel een beetje te makkelijk hier. Ze healen wel heel snel je Pokémon, hoor.
Dat is wel zo. Nou. Maar in oud Pokémon was het ook zo dat er soms gewoon in een random huisje stond in een bos of zo. Dat je dan ja, okay, ja, dat is wel waar. Maar dat was wel gewoon dat je in een huisje stapt. En hier is gewoon na een battle word je bijna altijd gewoon geheeld. Ja. Je hoeft echt bijna niks meer te doen. Ja, Pokémon games zijn in de afgelopen tijd wel heel erg makkelijk geworden. Ja, heb ik vind het ik ook wel. Want ik had vroeger met Pokémon blauw en rood en zo had ik echt wel moeite om sommige dingen soms te vinden. Ja, vooral in de caves. Ja, zo. Dan was je echt uren bezig om de uitgang te vinden. En vooral als je geen flash vinden. Had, dan was je echt zag je helemaal uren niks. Bezig, dagen bezig. Even kijken, wat is dit? Moeten we hier niet in? Is een politie. Nou, weet je, is leuk, maar we gaan gewoon door. Ik zie daar een Pokémon... Oh nee, het is geen Pokémon Center, maar... Nou. Wat is dat daar? Wat is dat hier? Eens even kijken, dit is een... Oh, ik zie wel een vlaggetje daar. Dus daar moeten we kijk, ja, je moet erheen. Dus even kijken hoor, waar zijn we nu? Het lijkt op een mini Chinatown. Het lijkt inderdaad op een mini Chinatown. Oh, dat ziet hey, er Dally leuk Bird. Uit. Dat is toch Delibird ja, daar zo? Delibird is cute. Die is cool. Hij heeft een soort van Sinterklaas of een kerstman pakje. Ja, volgens mij wordt het een soort van... Is dat niet Nosepass? Ja, Probopass. Oh, dat is die evolutie toch? Ja. Ja, 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 dat is wel leuk. Ik vind dat gekke bosje... Ik vind hem... Het is niet mijn favoriete Pokémon. Nee, het is ook niet mijn favoriete Pokémon, maar ik vind het wel leuk dat ze zo'n... Zo'n soort van paaseiland beeld erin hebben ja, gedaan. Ja, dat is wel grappig, maar... Oké, moeten we hier naar binnen? Of moeten we hier naar binnen? Hier moeten we naar binnen, volgens mij. Hier moeten we naar binnen, en zien. Ik weet niet waarom, maar we moeten hier dus naar binnen. Oh, is het die Probo... De Nosepass, sorry, ik zei het weer. Nosepass. Dit even... Nee, het is wel Nosepass. Ja? Zie je nou? Ja, hij zei Nosepass. Oké, the Pokémon is holding a letter. You take the letter and read it. Zie je, het is Probopass. Olivia hier. This is Probo... Oké, ik weet niet. Ik ben helemaal gek in mijn hoofd, jongens. It's Probopass. This is Probopass. It watches the shop whenever I'm away. I know I asked you to meet me here, but there's been a change of plans. You come meet me at the Ruins of Life past Memorial Hill when you can. Oké. Okay. Nou, we moeten dus Olivia ergens anders ontmoeten dan waar ze origineel zei dat we zouden ontmoeten. Namelijk ergens op een berg of zo. Maar Probopass geeft ons nog iets. Oh, dat was echt een raar geluid. Pers? Medicine? That's for me, denk ik. Dat is beter. Ja. Ja, oké. Een Max Potion gekregen van dat is wel lief. Probopass. Super nice. Daarmee kunnen we onze Pokémon gewoon lekker healen. Hij maakt echt een vies geluid, die Probopass. Alsof hij een soort van binnenmondse boer laat. Ja, inderdaad. Oké, ik weet niet wat hier allemaal nog te vinden is. Nou ja, weet je, is allemaal leuk. Ik zie hier een kassatje of zo. Zullen we even praten? Ik denk dat ze juwelen. Okay. Ja, daar hebben we niet veel aan, toch? Ik weet niet wat we aan juwelen hebben. Ik denk niet hebben. Dat je juwelen wilt gaan dragen. Nee, dat was niet echt mijn ding. Zullen we even naar Pokémon Center gaan? Even een beetje healen en zo. Ja. Hè? Volgens mij had je niet echt veel damage. Nee, Pokemon, dat weet ik. Maar dan hebben we in ieder geval even 100% zeker dat alles gewoon tip-top in orde is. Ja. Dat is altijd handig om te weten. Oh, kijk. Ze had het over Pokerus. Dat heeft hij... Die Wimpot die heeft dat natuurlijk. Ja, die Wimpot inderdaad. Die zet ik net even op de eerste plek, want dan kunnen we een beetje trainen. Dat is wel een goed idee, denk ik. Hè? Laten we dat eens even doen. We hebben hier Wimpot, die gaan we even kijken. Het was, je moet eerst op een andere knop drukken. En dan die. En, dat is de verkeerde. Switch hem even terug. Deze met Brion. Nee, kijk, ja. Zo werkt dat. We hebben inderdaad Pokerus op onze Wimpot zitten. En ik weet nog steeds niet precies wat het betekent. Volgens mij is het dat je meer XP krijgt. Ja. Of zoiets. Iets in die trant. Ja. Ga even daarachter kijken. Daarachter? Daar helemaal achter. Oh, helemaal daarachter. Ja, helemaal daarachter. Eens even kijken hoor. Er zit hier een Chinatown dingetje. En hier zit... Wat is dit? Pikachu. Ik zie ook een Zygarde ding. Pikapi! Dat is drie Pikachu's op een rijtje. Ja. Oké, we hebben inderdaad een Zygarde Cube dingetje. Praat eens met dat mannetje. Dat klinkt dus schattig. Ja, dat klinkt leuk. Bedoel je niet dat... je bedoelt... tja, zegt hij. Oké, je bedoelt dit mannetje. Ja. Dat is een vrouwtje. Toch of niet? Dat is een vrouwtje. Ja, ik denk het. Ja, we zien het wel. Look at all these Pikachu. It's like Pikachu Splash. I'm so tickled pink that I think I'll give you this plaid. Pika-IMZ? Oké, jongens, we hebben dus een speciale Pika-move. Maar we hebben nog geen Pikachu. Nee. Dus, heeft iemand een Pikachu voor ons? Ja, zou het wel fijn zijn als iemand een Pikachu zou hebben. Zouden we zeker weten of een Pichu of een Pikachu. Een van de twee. Ja. Pikachu zou ideaal zijn natuurlijk. Vooral met een move full tackle blijkbaar. Mm. Oh, we hebben helemaal geen Pikachu. No, we hebben geen Pikachu. We willen het wel full tackle leren.
Maar we hebben geen Dat kon wel een andere keer. Of voor Pikachu bedoel ik. Hier kunnen we niet heen. Dus we gaan gewoon weer terug. We gaan weer terug naar beneden. En dan wordt het denk ik hierheen, hè? Of niet? Ik wil hier wel even kijken. Ik weet niet wat dat is. Hier kunnen we straks een bootje nemen. Nu nog niet, denk ik. Want we moeten nog eerst onze island trial challenge ding doen. Ja. Hier kunnen we ook niks. Oh, what the fuck. Ik heb geen flauw idee waar je heen gaat. Nou ja, ik dacht ik moet hierheen, want dit is de enige kant waar ik heen moet, toch? Ik weet niet waar die... Je kan ook gewoon die andere kant op. Hierheen bedoel je? Ja, gewoon uit het startje. Oh, zitten we nou eigenlijk al te rennen? Nee, ja, dus wel rennen. En dan? Oké, we moeten ergens heen, maar ik weet niet waar. Ik denk richting die kant. Die kant hier, ja. Zo. Oké, er zit hier dus toch een gangetje. Ik wist niet of hier nou echt een gangetje zat of niet. Ja, oh ja, Memorial Hill. Hier is het, jongens. Zullen we dit laten voor de volgende aflevering? Ja, dat kunnen we denk ik wel doen, hè? Ja. Nou jongens, dit was weer de aflevering van vandaag. Ja, zeker. Vergeet deze video niet te liken als je hem leuk vond natuurlijk. En subscribe. Vergeet niet te subscriben. Inderdaad, want die aflevering wil je zien, toch? Ja, die aflevering. Er komen nog steeds meer afleveringen. Ja. We gaan elke dinsdag en donderdag is een Pokémon aflevering. Ja, elke week komen er weer hele nieuwe video's langs. En die zijn gewoon ja, je wilt ze gewoon kijken. Zien. Je wilt ze gewoon zien. Ja. Subscribe gewoon. En klik op het belletje. Juist, inderdaad. Want dan zie je gelijk een notificatie binnenkomen als onze video's online zijn. En dat betekent dat jij als een van de eerste onze video's kan checken. En dat is wel leuk. Ja, hè? Zeker. Kan je lekker een commentje achterlaten met onze hele Nedernerd groep. Gewoon lekker kletsen. Altijd leuk, toch? Ja, zeker. En jullie zijn allemaal welkom, jongens. Dat is altijd heel belangrijk. Ja, sowieso. Iedereen is welkom. En daar willen we het wel bij houden, denk ik. Hè? Dan gaan we snel afsluiten. En dan gaan we lekker slapen, denk ik. Hè? Ja, dat denk ik ook. Nou, jongens. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Dag.